Bij de basisschool de Palet en je zoekt het kind dat die komende ondertoon. Wat wil ik laten leuren? Of beter gezegd, wat wil Myrthe laten leuren? Maar dan moet ik wel weten, wie is Myrthe? Myrthe. Wat wil ze laten leuren? Camera gewoon. Voorzien jij twee camera's. En ja, daar kun je veel meer bij leren als alleen in de camera en dan handen. Nou, ik kan de goedschool horen. Dat je wel weer leren en dan overigens op het eind van de rit kiezen of ze nog altijd iets zegt van ja, ik weet het zeker, ik wil camera volgen. Oké. Okay. Is ze er klaar voor? Ja. Oké, dan voorzien het tegenaan. Had je met? Ja. Kom. Rustig hoor. Jongen. Zeg Myrthe, je moest me niet zo opfokken. Sorry. Myrthe, doe het niet als maar goed. Hoe zit je daar bovenop? Die 6 aan dekant, of zou zeggen, zeuk aan dekant. Zeukje aan dekant, ja? Ik heb ze thuis eens laten weten, wat ik later worden wil. Dit machine. Maar wat zie je die vak eigenlijk? Dat weet toch iedereen? Dat is om alle spullen in te duiden, de accu. Het is goed, die zelfs al weten. Ik pak mijn jas. En dan gewoon van naar de tafelspiegel. Kom eens met. Kom. Ja, even mijn jas pakken. Zeg, luister. Voor de spullen, die is altijd sneller gesmiekt. Waar zag iedereen? Maar ik ben nog sneller. Zus het monswief, die gaan het veranderen in de tafelspiegel. En dan springen we er doorheen. Okay. Loer maar. 1, 2, 3. Zo. Ja, dat is de eerste verrast, hè? Ja, dat is ik wel een beetje verrast. Maar voorzien wel goed. Ik zie nu een camera en een camera aan. Ik zal even uitleggen wat de bedoeling is. Dit is, stel ik eens even voor. Ik ben Myrthe. Igor. En wat wilt ze gebeuren? Ik wil laten camera proberen. Nou, dat is apart. Van hier een cameraman. Dus je hebt niets verstandig om met mij even rond te gaan lopen. En wat komen voor gelegen? Ja, het is wel heel druk. We hebben een beetje gestresst. Ik ben de camera aan het prepareren. Je hebt een afstand van wat... Ja, ik ben zus geprepareerd. We kunnen nu gewoon. Ja, oké. Okay. En veel kunnen met helpen. Ja, als je wilt, dan nemen we even de tas met. Dan kunnen we wel. Wat is die tas maar? Wat is dan zus? Ik heb wel iets van, Meneer Van den Berg, waarom een Ruslandjager? Rusland wil graag met andere staten, landen, samenlevingen een vriendschappelijk contact ontwikkelen. En dit jaar doen ze dat met Nederland. Een aantal van de belangrijkste activiteiten vinden ook plaats in Amsterdam en Groningen. In Groningen zal je niet verbazen dat het daar over gas en energie gaat. Ja. Hij moest er allemaal voor aankondigen. Ik denk dat we een shots maken. Dus, wat dan? Maak je wel je even storen? Ja, ja. Ja, oké. Okay. Stel je voor, diep is goed. En stel dat ik nu neem je groei. Ja. Wie zit dat daar met filmen? Wie zit dat daar met camerawerk? Ja. Ja. Dat is inderdaad een hele lastige, maar ik heb een heleboel collega's die ook het kleiner zien. Het schermpje zat hij nog een beetje kunnen onderkantelen, dus kan zat hij wat met de camera werken. Maar dat is natuurlijk heel zwoer. Want dan moet de camera zo hoog mogelijk omhoog duwen, dat hij op oogniveau van de persoon die zich is interviewen krijgt. Dus dat kan nog wel eens een beetje tegenwerken. Sommige jullie, je hebt collega's die zien inderdaad het kleiner, maar die weten het ook allemaal te brengen. Dus dan moet ze spierballen ontwikkelen en dat is allemaal geen probleem, denk ik. Kieken moet in de ogen kunnen kieken van de persoon die geïnterviewd wordt. Dus ze willen een keer weten wie de persoon is. En als ze rare shotsjes maken van onder of te hoog, dan wordt het heel erg raar. En wie zit dat dan? Als ik camera voor ben, kan ik dan gewoon met de camera en het t-shirt van RTV Maastricht gaan? Kan ik dan gewoon binnenlopen en zeggen ja, ik ga even filmen? Als je bij een vereniging of een bepaald gebouw binnenkomt, dat is heel dichtst openbaar ruimte, maar dat is altijd fijn om even te laten weten van, hè, dat we zien van,
TV Maastricht. Even zo even het opname zullen maken, of sterker nog, de pels even vernoemd TV Maastricht van voorkomende rol. En dan zien ze op 200 wacht. En dat is toch een stuk netter. En Dixie is ook nog heel erg bereid om nog te willen helpen voor de betere plaatjes. Maar dat is ook wel stresszenig, ja? Want toen kwam ze binnen en ik hoorde Erwin zeggen, ja, we moeten nu beginnen met de interview. Ja, het ene moment is het heel rustig en alles zijn beloop. En het andere moment dan werd ze echt van de camera weggetrokken. En dan zat ze met de camera metgetrokken om een interview te gaan doen. Dus ik kan echt verschillen van dag tot dag, van minuut tot minuut. En dan werd het in op de zenuw als via doen. Weet je gewoon doen met de spier? Wie ga je dat wel doen? Nee, nou ja, we zien het gewend, ja, ja. Dus van mij wel even tijd voor leiden die het willen leren. Trouwens, Igor, we hebben nog een aantal vragen, meer dan niet. Kunnen we die nog even stellen? Ja, ik denk het wel. Maar dan moeten we wel even opzitten, want we moeten alles monteren. Ja, dat is goed. Kom er zo aan en ga maar verder en kom ik er zo. En maar dan kan ze toch Maxi erbij zien binnen monteren? Jazeker. Dan moet ze erbij zien. Ja, ja, dat doet erbij, ja. Oké, okay, eerst even de vragen. Hey zo. Alsjeblieft. Hoi, hoi. Dat moeten ze delegeren. Goed, zit ik eens eventjes even neer? Ja, doe ik maar. En als ze klubbers moet filmen, moest ze dat dan zelf allemaal gaan bewerken? Of dat immers anders staat? Hangt er vanaf. Programmamakers maken het soms ook zelf. Die monteren het zelf, omdat ze het verhaal dan in ieder geval kloppen. Maar we hebben sowieso wel nog geloven met degene die het heeft gefilmd. Dat wel. Oké. Okay. Nou ja. Heb je nog vragen? Nee, mij is alles deel, hè. Igor, we moeten monteren! Ja, wacht, jongens, ik denk dat ik maar school, want anders wordt het te laat. Wat we hopen is dat er is een grote manifestatie over Nederland in het Gorky Park in Moskou. Het is iemand knippen en plakken. Ja, we zien nu de beelden die we hebben gemaakt bij het stadhuis. Zien van het selecteren, dus we hebben het overzicht shots. Hij hebben voor even wat zang van het koor wat heeft opgetreden. Mm-hmm. Dan hebben we voor onderhoes de burgemeester die het ziet, verschillende beelden. Het luid die zitten te luisteren. En dat gewoon van allemaal uiteindelijk hij op de tijdbalk op de gewenste plek zetten. En dan hebben zij een voice-over. Zoals de tentoonstelling. En een verslaggever. Nou, dat is allemaal zwart natuurlijk, want er zit geen beeld bij. Dat is allemaal zo opvullen met beelden die ze hebben gemaakt. Oeh. Dus het is altijd een kunst om genoeg beelden te maken, zodat ze alles netjes kunnen opvullen, dat er geen loken in zitten. Dat is eigenlijk hetgene wat we doen. Hey Meert, wie zou zich dat bijvoorbeeld doen, hè? Als ze in een ruimte bijvoorbeeld erg duister is, maar dan moest ze toch filmen. En Igor, wie sticht dat aan? Ja, ik zeg in eerste instantie een plek, boemmachine leef en boetekamp. Dus kort bij een raam gaan staan of bij een deuropening. Eens boevel leeg naar binnenkamp en dat ze inderdaad de lui goed kunnen ze belichten. En dan is gebruikt ze het lampje wat op de camera zit. En dan kan ze altijd nog bijzetten als het nodig is. Doe nu maar beginnen. Ja. Ja? Sinds vandaag heeft Maastricht een officiële band met Rusland. In het stadhuis vond namelijk de aftrap plaats van het zogenaamde vriendschapsjaar met Rusland. Daarmee haakt de stad in op het landelijke Ruslandjaar dat volgende maand van start gaat. Nou, dit is dus eigenlijk een hele grote camera. Misschien nu een beetje zwoverdig. Maar dat is ook kleinere camera's. Hè. Tegenwoordig wordt er heel veel met DSLR's gefilmd. Dus eigenlijk van die fotocamera's. En dan kun je er een heel buis-systeem op en dan kunnen ze het uitbreiden met leeg, met microfoons. Dan kunnen ze eigenlijk zo gek niet bedenken. En dan hebben ze eigenlijk ook nog een maat kleiner als deze. En dan verfilm voornamelijk. En dan loopt er misschien nog een met een lineaal en die meet dan de afstand tot de plek wat Sharon moet zien. En dan loopt er nog een met en die heeft een draad in de hand en die bepaalt de focus. Hè? Dus inderdaad de scherpte. En de hubs ook nog bij multiregistratie dat ze vanuit een auto of vanuit een hokje dat ze diafragma bepalen. Dus het aantal leeg wat binnenkomt en die donkere dan mogelijk. Meert, luister even. Begon het even opnemen wat ik tegen die binnen vertellen. Dat we de communicatie hebben. Ja? En als die dan wilt doen wat ik tegen vraag. Ja? Goed. Oké. Okay. Nou, Meerte, maak maar eens een totaaltje van de strikers. Strikers, ja. Goed zo. En dan gaan ze nu nog even naar links gaan. Naar links, stop. Stop, 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 stop. Ja, oké. Okay. En dan ga je even minder hoofdruimte pakken. Ja, zak maar met het beeld. Ja, stop. Stop, ietsjes omhoog.
Beetjes omhoog, ja. Goed, hou dat nog even eventjes vast. Nou, Meerte, nu maar ze inzoomen. Inzoomen, zachtjes. Ja. Zoom maar zachtjes in op de linkse lijn die de viool bespeulen. Ja. Inzoomen, inzoomen, inzoomen. Met de hoofdruimte, met de hoofdjes erop. Ja. En nog een beetje omhoog. Een beetje omhoog, dat de rechtse vrouw ook erbij is. Beetje, ja, dat is het. Goed zo. Goed gedaan, Meerte. Dat is netjes. Zo, Meerte, kun je nu even naar rechts gaan? En dan zit dan boven, komt de contrabas, even denken. Ja, rechts, 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 rechts. Ja, hem, pak hem maar even. Ja, een beetje inzoomen, inzoomen. Ja, met die ietsjes omhoog, dat de bovenkant van het instrument erbij is. Een beetje uitzoomen met de handen bij. Ja, even vasthouden, 10 tellen. Ja, goed zo. Dat is mooi. Guido, schön beeld is dat. Met de oren. Ergens linksonder en dan pakt ze de rest met hun groeitwetsel, dat soort dingen. Dus eigenlijk is het gewoon experimenteren. Experimenteren, ja. Creatief zien en ja. Daar komt het eigenlijk op neer, creatief zien. Ja. En gewoon een eigen wil uit willen drukken via film. Ja. Ja. Hartstikke bedankt voor alles wat ik deze dag heb geleerd. Ja, oké, gedaan, geen probleem. Dat en wie weet, tot over een paar jaar. Wie weet, alles is mogelijk. Goed. Igor, merci en tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Is het veilig te veel? Ja, zeker. Nou, dan gaan we weer. Zien we dat belachelijke jasje weer aan? Of was? Wie vond ze het? Ik vond het hartstikke leuk. Ja, zei maar de cameraman van ons hier is ook gevoel. Meerte, zie je wat ik heb vergeten? Als jij je afspraken? Ja. Oh.